Deze beschouwing die gaat over alleenstaande moeders. Het is een nieuw fenomeen. Het kwam natuurlijk vroeger ook voor dat um, een echtpaar, uh, tot hij dan kinderen hadden, uh, en dat die man kwam te overlijden. Uh, dan ben je ook een alleenstaande moeder. Ja, zo gebeurde dat. Scheiden, dat deden mensen niet. Enkel geval. Ja. En tegenwoordig is het vrij normaal. In de buurt waar ik waar mijn kind opgroeide, de Spijkerbuurt... Daar kende ik er twee in de vriendenkring van mijn dochter. En haar eigen moeder werd ook alleenstaande moeder vanaf dat mijn kind tien was. Toen werd ik het huis uitgestuurd, uh, was die vrouw ook uh, alleenstaand. Ik vind het helemaal niks, alleenstaande moeders. Ik vind moeders niet zo goed in het opvoeden. Ze laten hun kinderen niet genoeg vrij. Uh, ze bekken hun kinderen af. Uh, en dat soort dingen. Uh, dat is wat ik heb gezien, hè? dat vind ik ook van de moeder van mijn kind dat is altijd zo allemaal commentaar leveren en dit mag niet en dat mag niet en oh 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 oh, oh. terwijl ik in de opvoeding naar het kind toe veel relaxter was als een kind iets wilde nou is nou, goed moeten we even kijken of we daar een mouw aan kunnen passen weet je wel Meestal verzon ik wel wat. Ja, ik ben een man. Ik maak me nooit zo snel ergens uh, druk over. Een kind wil wat, nou dat is toch goed. En vrouwen die raken bij het minste of geringste raken ze in paniek we zien ze beren op de weg of weet ik veel wat. Maar. En mannen hebben daar minder last van. En er zijn er nog meer dingen hoor. Bijvoorbeeld taalontwikkeling. Dat komt uh, van de man, van de vader. Vrouwen zijn daar niet zo goed in om hun kinderen taal te leren. Dat is vastgesteld, hè? Bij sociologisch onderzoek. Dus dat zuig ik niet aan mijn duim. Dat heb ik niet gezien in de spijkerbeurt of zo. Nee, dat, uh, dat heb ik ergens van internet geprikt. Geplukt. Ik zeggen. Taalontwikkeling komt voor het, groot, voor het grootste deel, voor het megagrote deel van de, van de vader. De vader dient, die heeft een hele belangrijke, die dient een belangrijke rol te vervullen in de opvoeding, punt. En een moeder in er eentje, oh wacht, ik ken er nog één. Dat is waar ook, ik ken er drie. En die derde die had een kind en die, die kreeg ADHD-diagnose en die moeder zo van oh ja nou is niks aan de hand en uh, ja nou uh, dan krijgt mijn kind krijgt de ritalin en uh, ja dit nee, gaat nou een stuk beter met hem zijn cijfers gaan uh, ja zijn omhoog gegaan en de moeder van mijn kind die kan dus thuis met dat blije verhaal van nou die, haar kind, die was heel moeilijk op school uh, ADHD en uh, die zit nou aan de ritalin en uh, nou heeft toch hogere cijfers hoor Nou, toen stond ik er bestil dat als je kinderen vanaf acht jaar dagelijks uh, Ritalin geeft, of Concerto, het gaat om amfetamine. Heb je Breaking Bad wel eens gekeken? Dat is uh, methamfetamine. Dat is ook amfetamine. Nou, dat kan je natuurlijk niet geven aan de kinderen. Dan, uh, dan denkt de hele samenleving: ja, maar dat kan niet. Het is een spul van Breaking Bad. Nee, maar wat wel kan, is dat je daar uh, met amfetamine verzin je wat anders. Maar het blijft amfetamine. Speed. En dat blijkt dan kinderen die vanaf acht jaar uh, dat dagelijks krijgen, die ontwikkelen dan ja, ontwikkelingsstoornissen in de organen. Dus alle organen zijn beduidend kleiner dan bij kinderen die dat niet hebben gedaan. En ze hebben een vrij grote kans om als ze dan door de puberteit heen of in de puberteit zitten of zo, in die tijd, dat ze psychotisch worden. Een psychotisch betekent zoveel dat je ze ziet vliegen. Dat je overal dingen ziet. Uh, dat je overal wat achter zoekt. Uh. Nou, zeg maar. Niet echt heel fijn. Ja, vind je het gek? Je moet kinderen helemaal geen amfetamine geven. Malloot. Maar een moeder. Ik had het met mijn moeder over, hè? En zei, ja, ja, maar jij zegt het al wel. En maar ja, jij weet allemaal dat soort dingen. En uh, ja, dan moet je er niet van uitgaan dat uh, andere mensen dat ook uh, weten. Dan zei ik tegen mijn moeder: Nou, wat je doet, dat heb ik gedaan. Je gaat naar Wikipedia toe. En dan typ je in Ritalin. Dat is het. Ik zei: De, de mensen hebben toch ook een computer? Wat is dat nou? Ja, en dan begint mijn moeder zoiets van. Ja, nou, het was gewoon een hele domme, luie vrouw. Denk me dan niet meer van excuus. Het is gewoon een ramp. Voor dat kind. Laat die moeder zelf aan de amfetamine gaan. Want trouwens, die was wel volwassen. Daar maken die ze gek van mee uit. Ja, dat blijft niet gezond natuurlijk. Maar nou, voor kinderen is het funest. Ja, niet kinderen aan de amfetamine stoppen. Je ja, bent gek geworden, man. En waarom zijn die kinderen zo druk op school? By the way. Vroeger bestond het niet, hè? Nee. Nee, vroeger had je ook geen alleenstaande moeders. Ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar alleenstaande moeders, dat is geen verbetering ten opzichte van vroeger, dat kan ik je wel vertellen. Er moet een vader in het huis zijn. En allemaal die verhalen in die, in die boekjes en alles: van die hele vervelende vaders. En die zitten aan de drank en uh, die slaan. En ja, die heb je natuurlijk ook, maar dat is niet het merendeel. Het merendeel van vaders, dat is zoals ik ben. En uh, een goede vriend van mij, die heeft, ook twee, die heeft twee kinderen dan. Ik zou er ook twee gehad moeten hebben, maar die tweede is vermoord. Gelukkig is die tweede vermoord toen het nog in de buik van de, mo van de moeder zat. Anders had ik een moord uh, begaan hoor. Ik had doodslag. Uh, ja, als je mijn kind vermoordt. Maar ja het zat nog in de buik. Dus dan heb je zoiets van ben je helemaal stom geslagen. En, en dan kan je er niks aan doen. Maar het kind is wel vermoord hè. Anyway. Uh, die man die heeft uh, twee kinderen. En uh, die is net als ik. Totaal relaxed. Die maakt zich helemaal nergens druk over. Door een van zijn, zijn oudste zonen. Een heel leuk kind hoor. Uh, dat is een, dat is een apart karakter hoor. Die zitten ze op rijles. En die vindt voor zichzelf dat hij auto kan rijden. Dat vindt zijn vader eigenlijk ook wel. Want als die jongen dat zegt, Nou zijn vader gelooft hem wel. Maar. Hij heeft geen rijvaardigheidsbewijs. Laat staan, een rijbewijs. Rijvaardigheidsbewijs krijg je van het CBR. Daarmee moet je naar de gemeente gaan en dan krijg je een rijbewijs. Zo is het, hè? Nou, allebei had hij niet. Maar er was wel een feestje. Er was, uh, pokken en weg in de bossen bij Apeldoorn of zo. En die oudste zoon van hem, die, uh, die heeft toen... Toen zijn ouders al een beetje in bed lagen of zo... Uh, ...tegen zijn vriendjes gezegd van uh, wij gaan lekker naar de feest en ik regel wel dat we gaan rijden. Heeft hij de auto van zijn moeder gepikt. En de gedachte van nou, daar merken ze toch niks van, want ze liggen al in bed. Uh, ja, tegen de tijd dat ze wakker worden staat die auto weer gewoon in de garage. Dus ja, wat is er aan de hand? En ik kan auto rijden. Geweldig verhaal. En dan wordt dus mijn vriend, die wordt midden in de nacht, hè, half drie of zo, gebeld. Politie, van een, een of ander dorp in de buurt van Apeldoorn. Ja, spreek ik met die en die. Ja, zegt mijn vriend, dat klopt. Nou, we hebben uw oudste zoon hier. Oh. Wat is er gebeurd dan? Nou, uh, wij hielden hier een controle, alcoholcontrole of zo. En uw zoon is gehouden. En die had geen rijbewijs. Want ze vroegen nog aan hem van, uh, ja, mogen we je rijbewijs even zien? Had hij gezegd, nou, uh, die heb ik niet. En toen hadden ze tegen hem gezegd, nou ja, oké, okay, dan, uh, uh, ja, dan kan je hem morgen komen brengen. Dan moet je hem morgen even laten zien. En dan heeft die zoon heel eerlijk gezegd van, nee, je begrijpt me niet goed. Ik heb geen rijbewijs. <laughs> die jongen was er eerlijk ook. Oh, zei die agent, nee, maar dat kan niet. Nou, er werd tegen mijn vriend gezegd van, ah, dan kan je morgen kan je langskomen en dan kan je die auto komen ophalen. Oh, zei mijn vriend, dat is goed. Nou, doeg. En die is wel lekker gaan slapen. Ik zeg, ja, maar je zoon dan? Ja, zei mijn vriend. Uh, dat was zijn probleem. Ik zeg, ho hoeveel lopen was het dan niet? Nou, oh, zei die veertien kilometer of zo. Een <laughs> uur lopen. Ja. Ja, dan maak je mijn vriend de pest niet lauw mee, hoor. En wat die jongen heeft gedaan, dat mag helemaal niet. Hij mag niet zomaar de auto van zijn moeder pakken. Dat denkt hij wel niet. En mijn vriend was niet boos. Ben je hem af. Die dacht alleen maar van: oké, okay, morgen de auto halen. Kan het allemaal? Ja, dat kan wel. Oké. Okay. En zijn zoon, nou, die heeft het wel geleerd. Ja, klaar toch? En die jongen komt thuis wel thuis. En ze waren met z'n drieën of met z'n vieren. Zo. Lekker in een groepje, lekker allemaal lopen. Nou, hebben ze een mooie wandeling gehad, hè? midden in de nacht. Dus die zoon die was om vijf uur, half zes of zo was die pas thuis. We maken hem uit. Kijk, dat is een vader. Als er een alleenstaande moeder was geweest die dat was overkomen, die was helemaal uit het dak gegaan. Maar mijn vriend niet, ben je hem af. En zo hoort het ook: kinderen horen een moeder en een vader te hebben. Een vader die allemaal lekker rationeel een beetje tegen de zaken aankijkt. En denkt van: Oh, ja, nou, nee, oh, nee, dat gaat wel. Of van: Oh, nee, dat gaat echt niet. Nee, dat gaat niet. En dat ook gewoon zegt, en niet boos wordt of zo. Gewoon zegt: Nee, dat gaat niet. Punt. Zo was ik naar mijn kind ook hoor. Zij wat wilde. negen 9 van de 10 gevallen zei ik: Oh, dat is goed. En soms wilde ze wat en zei ik: Nee, dat, dat gaat niet hoor. Ja, maar ik wil het heel graag. Ja, zeker, dat kan wel wezen, maar het gaat niet, hoor. Want ik vind het overbodig, ik vind het te veel, ik vind het weet ik veel wat, of zo. Ja. Wat ik wel vervelend vond, dus na die scheiding, hè, als ik dan eens een paal en perk stelde, dan wilde ze wat. ik zei, nou ja, vaak zei ik dus, ja, dat, ik verzin al wat. Maar soms zei ik, nee, nee, dat gaan we niet doen. En dan even later, als ze dat dan toch, was het voor haar geregeld. Ik zei, wat nou, ik had haar gezegd, dat gaat niet door. Ja. maar de een of andere vriendje van de moeder had het dan geregeld. Ja, dan kreeg die moeder de lucht van, oh, doet papa dat niet? Nou, dan vraag ik het wel aan Joris. Dat Joris het geregeld. Mijn dochter zegt, nou, ik heb het lekker van elkaar, hoor. Joris heeft gedaan. Jezus. Hey, dat is dan zo'n alleenstaande moeder, hè? Die, die snapt er allemaal niks van. Je moet kinderen niet in alles een zin geven. En trouwens, als ze dan zelf uh, voor de dochter uh, bijvoorbeeld iets moet regelen zoals winterschoenen, zomerschoenen, winterjas, dat soort dingen. Dat doet die moeder helemaal niet. Nee, dat dan niet. <laughs> Verschrikkelijk. <laughs> Alleen staat de moeder te zijn ramp. Echt niet leuk. Niet leuk voor de kinderen. Die krijgen maar de helft van de opvoeding mee. mama moet er zijn voor de zorg. En papa moet er zijn voor het intellect en alles. Dat zijn mijn tante Tille ook. Hè? Van, uh... Zij natuurlijk ook. Hè? <laughs> is natuurlijk ook een jood gehad, natuurlijk. En, en haar vader, dat was dus mijn opa. Ze is de jongste zus van, van mijn vader. En ze zei, ja, van opa kreeg ik altijd zulke leuke cadeaus voor mijn verjaardag. Die kon dat zo goed inschatten. Die wist precies wat ik geweldig vond. Zei ja, dat had hij met mij, met mij precies hetzelfde. Jongen, als ik de Sinterklaas geweest was, wauw, dan kon ik s'avonds bijna niet in slaap vallen. Bij de gedachte van wat ik de volgende dag allemaal wel niet zou kunnen gaan doen met die cadeaus. Maar mijn opa had er een heel goed gevoel voor, hoor. Ik had een schijkende doos gekregen of zo van mijn Sinterklaas. Ja, nee, dan gaan we praten. Stinkbommen gemaakt en al die andere ellende, man. Ja, natuurlijk. Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha, Nee, mijn opa zag dat goed in. Die snapte wel wat ik leuk vond. Kijk, ja, dat is de rol van de, van de vader. En mijn eigen vader precies hetzelfde hoor. Die, die kon ook geweldig uit de hoek komen met cadeaus en zo. Van mijn moeder kreeg ik een nieuwe trui. Jo, ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Nee, je moest mij de cadeaus maar doen van mijn vader. Een nieuwe hengel om te vissen. Ook een keer kreeg ze van hem een nieuwe camera, een nieuwe fotocamera. Dat mijn vader zei: Van jongen, jij maakt zulke mooie foto's. Jij bent de camera waard. Alsjeblieft. Ik wist niet wat ik zag. Maar had ik wel eens waar mijn HAVO-diploma gehaald. Dus ik verdiende wel een cadeautje, maar dit was even een cadeau, zeg. Ho, ho, ho. Een Olympus OM1, als je die camera nog kent. En mijn vader had van tevoren niets door laten schemeren. Hij had wel eens een beetje gevraagd: hè, van. Uh, ja, ja, je wil graag een OM1, hè, maar. Uh, wat, wat voor een lens dan zit je naar te kijken? Weet je, van die verwisselbare lenzen. Hè? Ik zei: weer, ja, ja, kijk, deze lens is. Oh, maar die hoef ik niet. Ik wilde uh, die 1,4. En die was dan iets goedkoper, maar die was scherper dan die 1,2. En die 1,2 was lichtster... Ja, dat hoorde mijn vader allemaal. Dus ik kreeg een Olympus OM1 met een 1,4 lens. Hoppakee. 50 mm hè. Ja, dat was tof, man. Ik heb, nou, mijn vader heeft een beetje moeilijk. Uh, het was een beetje een moeilijke tijd voor mijn vader. Dat hij die kinderen had en een gezin en alles. En niet alles ging even denderend. Maar, maar leuke dingen gedaan met hem, hoor. Ingebroken op een verlaten militaire opslagplaats bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat doe je met je moeder niet, hè. En mijn vader ook in, het, in de buurt van het Amsterdamse bos. Heb je de Amstelveense poel. En dan heb je van die eilandjes. En daar heb ik samen met mijn vader. Wat hebben we gedaan? We hebben die berkenboomtjes omgezaagd. <laughs> met z'n tweeën. Zo'n hele grote zaag. Zo'n boogzaag heb je dat toch? Hè? ik aan de ene kant van die boog. mijn vader aan de andere kant van die boog. En de dingen heen en weer halen. Net zolang dat die berkenboom omlaag kwam. Hoppakee, dat is eens, zei mijn vader. Nou, de volgende. <laughs> Dat mag helemaal niet, natuurlijk. <laughs> we hebben ook nog uh, roeiboten gehuurd. En dus daar zijn we gaan uh, stropen. Met een visnet. Dat mag ook helemaal niet in de Amstelveense poel. Maar mijn vader had een mooie grote vis nodig voor zijn zoetwater aquarium. Hebben we een snoekbaars gevangen. Ja. Die wist niet wat hem overkwam. Die snoekbaars dan. Hè? <laughs> op het ene moment zit hij in Amsterdamse Poel. en op het volgende moment uh, zit hij in een aquarium. Ik denk, wat heb ik nou weer gedaan? Oh man. Een zand gestolen op een bouwplek. Mijn vader had zand nodig voor weer een ander aquarium. En, en dan moet je van het scherpe zand hebben. Van het bouwzand. Nou jongen, pak je fiets maar. We gaan, uh, we gaan weer eens op strooptocht. Ja, man, met mijn vader kon je lachen hoor. Stelde ik net al. Dus trouwens ook een keer. kwam mijn vader. Die, want ik had een lekker band gehad. Toen was ik al 17 of zo. En ik was op weg naar school. En toen had ik een lekker band. Daar heb ik mijn fiets aan de weg gezet. En dan ben ik doorgelopen naar de dichtbijzijnde bushalte. Toen de bus gepakt. En uh, nou, toen kwam ik op school. En ik had mijn gitaar bij me, want ik had gitaarles aan het einde van de dag. Ergens in Groningen Zuid. Ik woonde toen in Groningen met mijn ouders. Nou. Had ik uh, naar huis gebeld en gezegd: ja, je, uh, lekker bandtoestanden. En uh, ik zit in Groningen Zuid. Dus die fiets moet uh, mee naar huis. En of iemand me zou kunnen komen ophalen. Nou, zei mijn vader: Dat regelen we wel. Dus uh, dan kom ik je wel halen met uh, de auto. Nou, ja, dan was die gitaarles was afgelopen. En uh, mijn vader stond keurig bij de flat en alles. Uh, waar die getaleraar uh, woonde. En ik wil instappen. En mijn vader die, uh, die geeft me zo de autosleutels. En zegt: uh, Jij rijdt. Ik zeg: Pap, ik heb helemaal geen rijbewijs. Nou, ja, zei mijn vader: Maar je kan toch rijden? we hadden al een keer geoefend met z'n tweeën. Ja, zei mijn vader, je kan toch rijden? En zei mijn vader, ik heb gedronken. Dus ja, als ik aangehouden word... Ja, ik heb een kegel. En als ik moet blazen, dan ben ik de bok. Dus nou ja, beter is dat jij gaat rijden. Want jij bent minderjarig. En uh, ja, jij komt er wel mee weg. Oh, denk ik ja. Ja, klopt wel logisch eigenlijk, hè. <laughs> Kijk, dat is de vader. Je hoort al die vrouwen zeggen: Ja, maar dat mag niet. Het is allemaal verboden. Dat is illegaal. En ja, als iedereen dat gaat doen, dan wordt het puinhoop. Nee, er wordt helemaal geen puinhoop. Zo zijn mannen. Dat is de mannelijke energie. Punt. En er gebeuren helemaal geen ongelukken. Er gebeurt helemaal niks. Dus ook hier waren we op vakantie in Duitsland. In het Schwarzwald. En was, de accu was kapot van de auto. Nou, zei mijn vader: dat wordt uh, inruilen of zo. Ga je mee? Want ik kan wel een beetje sjouwhulp gebruiken. Ik zei: ja, natuurlijk. En hoe oud was ik toen? Negen of zo. En met mijn vader en een eindloper, jongen. Oh. En allebei één hand aan die accu. Hè. En een accu is best zwaar. Zo, wat een eindloper was dat. Maar, mijn vader zeurde niet. En die ging er ook vanuit dat ik niet zou zeuren. En we hebben, ik weet niet, bijna 10 kilometer heen gelopen. En daar dan uh, die deal gemaakt van een, uh, ja, die oude accu erachter gelaten, een nieuwe accu meegenomen. Opgeladen en wel en helemaal teruglopen. Ja, dat zijn vaders. En alleenstaande moeders, die, die kunnen dat helemaal niet. Dat snap je toch wel? Die hebben dat helemaal niet in hun bereik liggen, joh. We hadden nou ook weer, hadden we, oh, dat was ook in Duitsland, hadden we lekker geluncht. En dan hadden we aardappelsalade gegeten. Dat is kartoffelsalade. En toen gingen we terugrijden. Weg bij het restaurant, terug naar de camping. En ergens zeg ik tegen mijn vader of tegen mijn ouders... Van, ik voel me niet zo lekker. En ik had dus die kartoffelsalade op. En mijn vader zo, wat? Wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, het is net of ik... Ja, ja ik weet het niet, maar ik... Mm. Ja, een beetje duizelig, een beetje zweten, een beetje. Ik voel me echt niet lekker hè. Oh, zei mijn vader. Die parkeert gelijk de auto. En die had in het handschoenenkastje zo'n zo rol liggen met Norrit. Ik zou niet eens meer weten waar ze er tegenwoordig verkopen. Dat is pure koolstof. En hij zei tegen mij: hier uitstappen. En dit ding fijn kouwen en doorslikken. En dat, dan gaat er dus pure, rauwe koolstof. Gewoon gitzwart spul dus, hè? Dat naar binnen. Weet je wat daar de reactie op is? Braken. Ik hebben een partijtje misselijk jongen. En een hele golf kwam eruit. Dus die hele kartoffelsalade kwam naar buiten... En toen was ik uitgekotst en toen zei mijn vader: Mooi zo. Ik vond het nogal een bruut ingrijpen. En later heeft mijn vader uitgelegd: en Mijn vader is kok geweest bij Leven. En dan klassenkokken. Franse keuken en zo. En die heeft gewerkt voor een klus op het Paleis op de Dam in Amsterdam. Die, die koninklijke lui hadden een grote toestand. Feestje, Even eten met z'n allen. En mijn vader was een van de koks. En dan was er een andere kok geweest en die had de aardappelsalade moeten maken. Dat had die jongen wel allemaal goed gedaan, maar die had die salade niet gelijk in de koeling gedaan. En eventjes laten staan in de keuken. Ja, en in een aardappelsalade, daar gaat ei gaat erin. En ei is enorm bedenkelijk, en zeker in een warme keuken. Dus de salmonella was daar welig in gaan groeien... En toen is die salade alsnog de koelkast ingegaan, maar dan was het kwaad al geschiet. En toen kwam men erachter dat er waren dus tientallen gasten waren en er waren geen tientallen toiletten. Nee, dus de mensen hebben dus op de gang, terwijl ze stonden te wachten om te kunnen ontlasten, hebben ze het gedaan in een aristocratische ondergoed. Dat is een scheidpartij geworden, joh. Mensen boos. En, en die kok die dat op zijn geweten had, dat was het einde van zijn carrière. Die kon vervolgens uh, koketten gaan bakken bij uh, Friet Tent Joep. Mijn vader zei: Ja, het feit dat jij die, die kartoffelsalade had gehad. en dan uh, even iets niet lekkers voelt. dan, dan dacht mijn vader: Wow, salmonella, dat moeten we niet hebben. Want zo'n fout kan in Duitsland ook gebeuren. Dus vandaar onmiddellijk Norrit erin en uh, geen gezeik. Gewoon brute maatregelen. En dan gewoon maar kotsen in de bermen, maakt het uit. Nou, mijn vader heeft ook echt hele, hele domme dingen gedaan, dat moet ik hem nageven. Of dat moet ik mijn moeder nageven. Die, uh, nou, het was niet allemaal even leuk, maar, maar over het algemeen denk ik ja. ja. Ik ben blij dat, ik, dat hij mijn vader was. En die andere dingen die minder leuk waren, ja, nou, dat, dat, dat moet dan ook maar hoor. Dus, Hoe uh, is een koe niet zo bont? Er zit wel een vlekje aan. Ja, kinderen hebben een vader nodig. En ik heb er ongelooflijk van genoten. En ik zou niet weten wat er van mij terecht was gekomen als ik mijn vader niet had gehad. Want ik heb dat later gehoord van mijn tante Til. Dat is die jongste zus waar ik het net over had. Die heeft mij laatst verteld dat. Ja, dat mijn, mijn vader heeft dus uh, mijn moeder zwanger gemaakt. Noem het maar achter het schuurtje. Toen hij 17 was. En in die dagen. Dus 1959, 1958. Zo, in de winter van 58 of zo is dat gebeurd. In die dagen was het zo dat kinderen buiten natuurlijk. Ja, dat kon niet. Dus er moest getrouwd worden. Nou, en mijn oma heeft op latere leeftijd gezegd. dat zij, eh, terugkijkend op het geheel. vond dat dat gedwongen huwelijk niet had moeten plaatsvinden. Ja, had ik dan mijn vader op die manier leren kennen? En het huwelijk was een drama hoor, het liep uit op een scheiding en voordat die scheiding er was allemaal ruzies en toestanden. Dat was echt niet leuk. Maar ik ben wel blij dat ik mijn vader heb gehad hoor. En dat mijn moeder dus niet uh, begonnen is als alleenstaande moeder. Dat, uh... ja, dat vond ik wel tof. Nou, dit was het dan over alleenstaande moeders. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en een beetje informatief. En dan zeg ik op zijn hamburgs, tjus en dag lieverds.